U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ontstonden vandaag stapelwolken boven het binnenland en in het oosten valt nog een enkele bui. In het westen en noorden is het tamelijk helder. Die opklaringen winnen terrein en de buien verdwijnen vanavond. En dan koelt het af naar een graad of 13. In de nacht daalt de temperatuur verder landinwaarts tot een graad of 6. We houden over het algemeen brede opklaringen en de wind waait zwak tot matig. In het binnenland stelt de wind helemaal niets voor. Langs de kust is de wind zuid-zuidwest en nog matig kracht 3. Dan morgen meer bewolking, maar zeker ook perioden met zon. Het blijft droog en in de avond klaart het van het noordwest uit waarschijnlijk wel weer op. En dan verdwijnen dus de meeste wolken. 17 tot 20 graden lokaal in het binnenland. En slechts een zwak tot matige wind. Zaterdag passeert een zwakke storing. Misschien valt er een beetje regen. In de middag klaart het op, breekt de zon door. Maar er steekt wel een stevige noordenwind op, waardoor het kouder wordt. 14 graden in het noorden, 13 op de wadden en 18 nog in het zuidoosten. Zondag 14 tot 18 graden. Maandag nog wat lagere temperaturen. En vooral maandag kan er weer een bui vallen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.